welkom bij deze nieuwe vlog. Wij zijn Ali en Nelly. Ali zit trouwens buiten. Wij staan op camping Ozenbos in Gulpen. En ik ga even een broodje maken. Gaan even snel lunchen. En dan gaan we lekker even op de fiets naar Gulpen toe. Ik denk even wat boodschapjes doen. En misschien een terrasje. Koffietje. Ik weet niet. En anders gaan we zwemmen. Geen plan. We doen maar wat. Ja, ik ga even een broodje smeren. Wil jij kaas op je brood? Daar zit ze. Ik zit vastgelijmd aan deze stoelen. Ja, Ali heeft nog nooit zoveel in een stoel gezeten. Hiervoor hadden we die andere stoelen. Nu hebben we deze leuke. Ja, dit is echt zo. Ik zit nu echt gewoon lekker. En op die zwarte stoelen, daar zat ik niet lekker, maar ging steeds staan. Jij was iets te kort voor die stoelen. Kijk even ons uitzicht ondertussen. Maar Ali was dus iets te kort voor die stoelen, waardoor ze nooit lekker zat. En ze ging altijd lopen. Ja, waardoor het altijd een beetje onrustig was bij ons. Maar dat is nu verandering in. De rust is ingetreden. En ik vind onze vuilnisbak ook zo gezellig. Zo blij kunnen zijn met de vuilnisbak. Ja. Gekregen van mijn moeder. Van mijn moeder, dus van mij. Van mij. Nou, oké. Broodje maken. Wil je kaas op je brood? Ja. Oh, had ze al gezegd. Ah, ik ga de fietsen eraf halen. Wij gaan fietsen. Misschien kunnen we ze beter even hier onder die boom zetten. Kun je daar even pompen? Ja, ik ga even in de schaduw, want de banden moeten nog opgepompt worden. Ja, maar daar is schaduw, in de boom, bij de boom. Oh, zo, ja. En daar gaan we, het Limburgse heuvellandschap in. Lekker even een stukje fietsen. Ik had eigenlijk verwacht dat het heel warm zou zijn op de fiets, maar er staat best wel een lekker windje. Dus op zich is het ook nog wel een beetje verkoeling. We gaan naar Gulpen. Gulpen, dat is heel dichtbij. Ongeveer, ik denk nog geen 10 minuutjes fietsen en dan gaan we even binnendoor hier. Hier hebben wij ook al eens gewandeld. En dit is op zich wel een hele mooie route. Oh, eentje verder. Oké, dit feest gaat dus niet door. Want wij dachten eigenlijk via dit pad naar Gulpen te fietsen. Maar dat is dus een wandelpad. Oh ja. Dus we moeten even een andere route gaan verzinnen. Ja, nou ik... Dan moeten we die kant op. Ja, we gaan die kant op. En dan komen we uiteindelijk bij een fietspad terecht. En dan is misschien iets minder mooi, maar wel zo netjes. We zijn in Gulpen. En hier aan de rechterkant is de bierbrouwerij, de Gulpener bierbrouwerij. En dit is om precies te zijn 1 kilometer vanaf de camping, dus dat is echt nog geen 10 minuten. Dus we gaan even het centrum in. En we gaan ook nog eventjes boodschapjes doen. Maar voordat we boodschappen gaan doen, gaan we eerst even een terrasje opzoeken, denk ik. Het gezellige centrum van Gulpen. Voor ons is dit bekend terrein, maar het blijft heel mooi. Die terrasjes aan het water. Ook echt het prachtige weer erbij. Echt genieten dit. Proost. Proost. Op onze vakantie. Ja. Wat eet je als je in Limburg bent? Juist. Limburgs fly. Fly of terras? Wij hebben gekozen voor rijstefly. Dat is jouw favoriet, hè? Ja. Mm. Weet je wat ook leuk is? Dit eten we op Urk met vis. Rijst. Rijstepap. Rijstepap, ja. Ja.
Dat is dit toch? Nou, dit kun je misschien wel vergelijken met rijstpap inderdaad. Dat is het. Ja. Mm. Lekker? Heerlijk. Zelfs de hondjes zoeken verkoeling in het water. Echt hè? Het is warm hoor. Ja, het is best pittig warm. Weten jullie nog dat wij vorig jaar hier een fiets hebben gehuurd? Een tandem. Ik weet zo even niet welke vlog het was, maar echt, het was super leuk. En daarnet zaten wij op het terras. En toen kwam die tandem voorbij rijden. Dus ik zeg tegen Nel, hey, dat is die tandem die wij vorig jaar hebben gehuurd. Dus onze tandem. Onze tandem, ja. Dus dat was wel even een leuke... Kunnen wij hier binnendoor naar die supermarkt? Dat is een leuke herinnering. Ja, je kan hier tussendoor. We gaan even boodschapjes doen. En dan gaan we weer terug naar de camping. We hebben best wel lang op het terras gezeten. Heerlijk. Ik denk al gewoon anderhalf uur op het terras. Heerlijk. Lekker hè, dat is echt vakantie. Gewoon lekker niks doen. Oké, we gaan even de wandelroute terug. We gaan even met de fiets aan de hand lopen. Kom je langs deze prachtige plek. Heerlijk. Tijdens de wandelroute vanaf de camping naar Gulpen kom je ook langs dit kasteel. De vorige keer zijn we er ook al gestopt. En toen hebben we volgens mij ook gefilmd. Maar Nelly die zei net, ja ik heb het idee dat die raampjes nu dichtgetimmerd zijn. Omdat dat de vorige keer niet was. Maar we fietsten net ook daar langs. En er stonden ook hekken voor. We krijgen het idee dat ze hier een klein beetje bezig zijn met renovatie of zo. Geen idee. Maar het is dus eigenlijk een verlaten kasteel. Het is op het moment niet meer in gebruik. Maar dat is duidelijk te zien. Ja. Zonde, want ja. Het is wel heel mooi. Ja, zeker. Oké, nou, waar gaan we verder? We zijn nu ook bijna bij de camping. Ik denk nog ongeveer iets van 3 minuutjes lopen. Maar het is gewoon echt een hele mooie wandelroute. Het is hier echt prachtig. Aan de rechterkant staan de koeien. Lekker te grazen. En aan de linkerkant een prachtig zicht op de Limburgse heuvels. De Dutch Mountains ook wel genoemd. Is hier echt mooi. Ja, blijft hier mooi. Ja. Ik krijg zomaar het gevoel dat ik in Frankrijk ben of zo. Ik weet niet. En daar lijkt het ook wel een beetje op. Ja. Prachtig hier. Nog even één blik op de heuvels. Ja. Echt bijzonder. En dat gewoon in Nederland. Zo, wij hebben net lekker even gezwommen. Even een frisse duik genomen. En naast ons is een tentje opgebouwd. En dan kun je lekker eten bestellen. Dat gaan wij niet doen, want wij hebben eten gekocht in de supermarkt. Maar deze tent heeft dan ook een keer op Camping Oosterberg gestaan. Ja. En dat eet Go Limburg. Dat is dus een bekend iets in Limburg. En het ziet er erg gezellig uit en het ruikt ook heel lekker. Dus de verleiding is erg groot om iets te bestellen, maar... Ik ga toch even kijken wat ze hebben. Ja. Outdoor cooking. Go Limburg. Gezellig hoor. Nou, we hebben de verleiding kunnen weerstaan. We gaan niks bestellen. We gaan spinazie eten. Ja. Nelly zegt we gaan even normaal doen. Ja, we hebben gisteren friet gegeten. Dan ga je nu toch geen chips eten? Tortilla's met... Ja, erg lekker, maar... En, ja, mega lekker. Ja, ik denk als wij dan zo de hele vakantie door zouden gaan, dan komen we tonnetje rond thuis. Dat moeten we niet doen. En dan kunnen we 4 maten grotere caravan bestellen. Ook. Dan moeten we de 400. Nou, misschien nog wel groter. Nee, maar... Nee, dat wordt hem niet. Nee, we gaan lekkere groenten eten. En, spinazie. We hebben een lekkere kip saté snitzel erbij. Nou, niet dat dat heel gezond is, maar
wel gewoon een beetje normaal, normale kost. Aardappelen. Om het zomaar even te zeggen. Aardappelen, ja. We hebben aardappelen meegenomen van het huis. Doen jullie dat ook wel eens? Aardappels meenemen van het huis? Nou, dat is dat er echt een stuk of vijf. Nu denken ze dat je met een zak aardappels... Ja, oké. Okay. Een stuk of vijf. Niet heel veel. Oh, we hadden één, we nog over. Eén portie voor twee personen. Ja. We vonden het een beetje zonde om het weg te gooien natuurlijk. Dus toen hebben we het meegenomen. Maar ik zat de caravan aan het vol stouwen. Op ons... Volladen. Volladen, inderdaad. Bij het appartementencomplex. En toen kwam de buurman eraan en die zei... Ja, je kan ook alles meenemen. En toen zeg ik, ja, maar dat is ook typisch wat een Urker doet. Alles meenemen. En toen zei de buurman, ja, zelfs de aardappels gaan mee. En toen moest ik natuurlijk wel zeggen, ja, maar dat hebben wij echt gedaan nu. Ja. Dat is wel een grappig momentje. Hm? Nou, we gaan eerst even douchen en dan gaan we lekker koken. De piepers worden geschild. Ja. Lekker hoor. Aardappels koken. Die spinazie die kookt ook bijna. Het gas staat niet eens aan. Het gaat door de zon vanzelf. Ideaal. Hoe ver zijn wij? Ready. Spinazie. Altijd lekker. En makkelijk natuurlijk. De piepers. Die staan ongeveer 20 minuutjes te koken nu. En hier hebben we het vlees. Dat heeft Nelly eventjes binnen gebakken. Ja, dan is het klaar. Is klaar. Dan gaan we lekker smullen. Je kent van de haasten. Spinazie erbij. Gaat ze hoor. Ja, ze gaat weer mee naar de afwas. Lekker bezig. Ik zou een truc doen. Oh. Ik kan het wel doen met een volgende theedoek. Het valt op de grond. Dat is niet de bedoeling. Nee. Afwas is weer gedaan en we gaan eventjes terug naar het sanitair gebouw. Want wij stonden net af te wassen en toen kwam de fruitambulance, zo noem ik het maar even, die kwam langs rijden. En aangezien wij bijna geen fruit meer hebben, alleen nog een banaan en een appeltje, gaan we even fruit kopen. Het is lekker vers fruit ook. De vorige keer hebben wij ook aardbeien gekocht volgens mij, frambozen. En die waren erg goed. Dus voordat wij hier gaan vertrekken morgen, hebben wij sowieso nog een voorraadje fruit. Wat wilt gij? Even kijken, aardbeien denk ik. Ja. Ja. Superheet. Maar pinnen? Ja. Dank je. Fijne avond. Hoi. Hetzelfde. Doei. Doei. Aardbeien zijn binnen. Ze zien er goed uit. Huh? Ja. Alleen ze ruiken niet. Ik ruik ze ook niet, nee. Een echte aardbeien zou je eigenlijk moeten ruiken. Eigenlijk wel. Zo'n lekkere zoete aardbeiengeur. Ik hoop niet dat dit Albert Heijn aardbeien zijn. Ja, misschien wel. Ik weet het niet. Nou, we hebben net nog even een praatje gehouden met de mensen die dus hier verder op de camping stonden. Of ja. Staan. En ja, die mensen die volgen ons. Dus het was hartstikke leuk. Vinden we altijd leuk als, ja, als mensen ons dan even een tikkie op de schouder geven en zeggen... Hey, wij kennen jullie. Ali en Nelly. Nou, we gaan weer terug naar onze caravan. En dan gaan we lekker even chillen voor de caravan. Staat die ambulance nou ja, die staat nu. Caravan. Oh no, die staat nu gewoon naast onze caravan. En wij zijn helemaal naar boven gelopen. Kijk, daar gaat hij. Nou ja, maakt niet uit. Even een loopje is ook niet verkeerd. Wij gaan bijna naar bed toe. Voordat wij naar bed toe gaan, laten we nog even zien hoe we het bed maken.
krijg best regelmatig de vraag van, dat het eigenlijk nooit gefilmd wordt. Maar ja, dat is eigenlijk ook niet zo spectaculair. Maar velen van jullie willen dat dus even zien. Dat gaan wij zo even filmen. Het is zover. Ja. Nou, hier zit een hendeltje. Bij de tafel. Hoppa. De tafel gaat naar beneden. Deze leggen we in de midden. Deze aan de zijkant. Huppatee. Zo. Nou, dan pakken we deze twee kussentjes pakken we weg. Die leggen we eventjes hier neer. Deze klappen we naar beneden. En dan ligt hier achter de topper. Nou, die trek je naar je toe. Zo. En dan het dekbed. Ligt er ook nog achter. Normaal gesproken hebben we een vier seizoenen dekbed. Past er allemaal achter. Plankje doe je omhoog. Laat je zakken en het matrasje, de topper, doe je zo. Dit is het. En dan wil Ali altijd deze. Hoe moet dat nou? Andersom. Andersom, zo. Ja. Nu rechtop zetten. Oh ja, rechtop. Huh? Rechtop. Nou ja, oké, dat zoek ze zelf maar uit. Dat weet ik ook niet. Ik doe het even voor, wacht even dan. Ik zet altijd die naast het... We hebben een topper van 1,60. Dan, normaal hadden we die twee kussentjes daarnaast staan. Maar, want 1,80 past hier volgens mij net niet. Nee, dat is net te breed. Dus wij hebben een 1,60 genomen, waardoor die kussens daar mooi tussen kunnen staan. Ja, ik ga nog even mijn kussentje goed zetten. Ja, en waarom je dat doet? Ja. Kijk, deze zet ik altijd zo neer. Omdat... Oh ja. Ik ga op een of andere manier 's nachts met mijn kussen... dan duw ik mijn kussen eigenlijk naar achteren. En nu kan dat niet, kijk. Dus eigenlijk dan was je hem steeds kwijt. Ja. En daarom lagen wij in de buscamper. Ja. Ook andersom. Die reactie hebben we al zo vaak gehad. Ja. Waarom... Wordt er gezegd, jullie lagen verkeerd in die buscamper. Want jullie hadden eigenlijk met jullie hoofd in het hoge gedeelte moeten liggen. Ja. Maar wij lagen in het smalle of in het lage gedeelte. Ja. Dat had dus een reden. Want als wij in het hoge gedeelte zouden gaan liggen, dan zou ik dus steeds mijn kussen in dat gat gooien. Het zou steeds verdwijnen. Ja, en nu kon dat niet. Dat was dus de reden waarom wij zo verkeerd lagen in de buscamper. Nou, ja. Dan hebben wij nog... Dit heeft jouw vader gemaakt. Ja. Want dit plankje, dat doen wij de lucht in. Omdat ik de eerste paar keren kwam ik er steeds tegenaan met mijn hoofd. Of met mijn handen. En dan schrok ik me dood. Want dan ik zwaai dan... blijkbaar. Ze zwaait. Kijk, en deze heeft volgers. Jouw vader gemaakt. Past er ook precies tussen natuurlijk. Ja. Handgemaakt. Handgemaakte klosjes. En daar hebben we echt natuurlijk twee van. Ideaal. Kijk. Hij heeft er een mooi knopje op gezet. Ja, dit is toch top. Vakwerk hoor. Nou, zo. Kijk, huppatee. En dan blijft dat plankje ook gewoon lekker. Rechtop. Kan je ze er niet meer tegenaan rammen. Nee. Nou, dit is het. Meer is het niet. Heel makkelijk, heel snel. Het is, jullie kunnen er terugkijken. Ja, zo lang is het. Een minuut, anderhalve minuut, denk ja, ik. Ja, misschien twee. Ja, langer niet. That's it. Ja, dan kunnen we gaan slapen, hè? Nou, slaap lekker, iedereen, ja. Allemaal. Ja, en ik denk niet dat de mensen die onze vlog kijken nu ook gaan slapen. Liggen iedereen. Dat denk ik niet. En we zien jullie straks weer. We gaan een klein dutje doen. Ja, een dutje van nog niet eens een seconde. Doei. Good morning. Wij zijn weer wakker. Het is bijna 8 uur. En we gaan voor de laatste keer ontbijten op dit prachtige plekje in Zuid-Limburg. En daarna gaan wij opruimen. Wij moeten zelfs nog de luifel inpakken.
Wij doen het eigenlijk nooit op de ochtend van. Eigenlijk doen we dat altijd de avond voordat we gaan vertrekken. Maar nu dachten we van, nou ja, zoveel werk is nou ook weer niet. Het is ongeveer 10 minuutjes werk of zo. Misschien nog niet eens. En dan kunnen we dat prima op de ochtend van vertrek doen. Dus wij gaan nog één keer hier buiten zitten. We zaten net nog een heel klein beetje in twijfel of we hier wat langer zouden blijven. Maar we gaan toch verder. Want we kunnen sowieso niet op deze plek blijven staan. Dus dan moeten we alsnog in gaan pakken. En als je dan toch bezig bent. Dan kun je het net zo goed gelijk goed doen. Anders dan moet je het over 2 dagen moet je weer gaan inpakken. En we willen nu eigenlijk wel een paar dagen ergens gaan staan. Dus we gaan vertrekken hier. De kogel is door de kerk. Nelly heeft net de kogel door de kerk geschoten. Hè? Mm-hmm. Ja. We zeiden net ook nog tegen elkaar dat het hier zo lekker rustig is. Mm-hmm. Je hoort hier echt bijna niks. Want kijk, daar zit wel een soort van doorgaande weg. Maar die wordt best wel weinig gebruikt. Dus. Ja, ik hoor ook geen mensen praten of snurken. Nee, geen snurkende mensen hier. Ook geen pratende mensen hier. Nee, het is gewoon erg rustig. Dus dat is echt een gigantisch pluspunt op deze camping. Sommige mensen zijn ook al wakker. Het is natuurlijk ook niet heel vroeg. Voor ons is het vroeg, maar voor de gemiddelde 60-plusser is dit denk ik gewoon normale tijd om wakker te worden. Want, ik moet wel zeggen, hier staan over het algemeen wel oudere mensen nu, op dit moment. Het is natuurlijk ook geen vakantie, dus het is ook logisch. Maar wij vinden dat heerlijk. Huh? Ja. Dat is nou echt onze doelgroep. Ja. Lekker rustig. Ja, lekker rustig. En geen herrie. Oké, nou, we hebben flink opgeruimd. Het is nog maar 10 uur en we zijn eigenlijk klaar. Ik wacht even op Ali, want hij is even naar het toiletgebouw. Tanden poetsen en dan even snel plassen. En dan vertrekken wij naar de Moezel. Ondertussen is hier een heel mooi vogeltje langsgekomen. Moet ik altijd aan Coco denken. Maar hij heeft hele fijne pootjes. Heel dun. Maar hij is prachtig. Nou, ik heb ook wel zin om weg te gaan weer eigenlijk. En dat komt denk ik ook omdat we heel goed deze omgeving nu kennen. We zijn natuurlijk in Epe geweest, nu in Gulpen. We waren ook al eens in Gulpen geweest. En ja... Ik merk dan toch dat wij zijn nog best wel een beetje onrustig in dat. En dat je dan graag nog even iets anders wilt zien. Nieuwe plekken, iets nieuws. Vind ik leuk. Dat je het niet weet waar je naartoe gaat en hoe het daar is. En de winkel en de bakker en gewoon alles. Alles nieuw, alles leuk, alles gezellig. Zuid-Limburg mensen, de stekker gaat eruit. Ja, ik zeg net, ik heb ook wel weer zin om weg te gaan. Dit is denk ik ook omdat we het hier heel goed kennen. Heb jij dat ook? Ja, nou ja, kijk, het is hier natuurlijk hartstikke mooi. Maar nu gaan we naar een omgeving waar we nog nooit zijn geweest. Dus ja, dan, dat vind ik wel leuk. Het is toch wel weer anders dan. Oh, spannender. Ja. Onbekende. Ja, je weet nu echt niet waar je terechtkomt. Nee. Dat is het leuke, toch? Ja.
Nou, Nelly heeft uitgecheckt. Die heeft nog even onze rekening betaald. Want we hadden nog wat... Je gas stond nog open. Ja, de gasfles had ik nog niet betaald. En dan kunnen we op naar onze volgende bestemming. En dat gaan jullie ook in de volgende vlog zien. Dit was Zuid-Limburg. We hebben het leuk gehad hier. Ook voor de tweede keer was het gewoon leuk op camping Ozenbos. Misschien komen we er ooit nog een keer terug. Geen idee. We gaan nu nieuwe dingen ontdekken. En daar heb ik ook wel zin in. Ja, ik ook. We gaan nu naar iets toe. Geen idee hoe het eruit ziet. Volgens de foto's moet het erg mooi zijn. En jij hebt net iemand gesproken op de camping die zei dat je er echt prachtig kunt fietsen. Ja. Bij de Moezel. Dus we hebben de fiets mee. Dus dat komt mooi uit, toch? Zin in ook. Leuk. Ja, hartstikke veel zin in. Nou, dan mag jij de vlog afsluiten. Oh, eer is aan mij. Ik geef het woord aan jou. Ja. Nou, we willen jullie bedanken voor het kijken. Doe een duimpje omhoog als je het leuk vond. En vergeet niet te abonneren op ons kanaal. En dan zien we jullie graag de volgende keer weer terug. Doei doei.